Ja, voilà. Bon. Je komt. Je begint. Ja. Je bent bezig. Nu, je komt wel op het moment dat ik met de meest ondankbare taak bezig ben. Ze zeggen schilderijen inpakken en klaarmaken voor een reis. Het is heel vervelend, want er stond er buiten het bezig zijn met het schilderen en met het tekenen, interesseert de rest me eigenlijk. Ben ik ook niet handig om iets anders te doen. Dus ik doe daar met heel veel geklungel. Maar het komt wel goed. Waar zou ik het over hebben? Over wat dat je hier allemaal ziet, zijn de tekeningen vooral. En ook de schilderijen waar ik tussen leef. Heel mijn leven zit hier. De keer dat ik naar buiten stap, is het iets anders. Over dat kunstenaarschap zelf heb ik me de laatste jaren toch heel veel vragen gesteld. En eigenlijk weet ik zelf niet of dat ik mij onder die noemer kan stellen. Ik beschouw mij meer als ik zo rondkijk naar wat er uit mij komt. Beschouw ik mij meer zoals een, hoe noemen ze dat in het Frans, hebben ze zo'n heel mooie term, zo'n un témoin à charge. Zo, een getuige ten laste. Vooral ten laste. En ik vind dat een mooiere term dan kunstenaar. Want een kunstenaar zit er al kunstmatig. Kunst, ik weet het niet, het is weinig interessant. Dus dat interesseert mij. En wat mij absoluut in leven houdt, is de mobiliteit. De mobiliteit in wat ik doe. Dus in mijn tekeningen, in mijn schilderij. En ook in het gesakker en in het gepruts erover eigenlijk. Wat ga je inpakken? Wat ga je nu inpakken voor... Ik stel het toon in een Nederlandse galerie. In Den Haag, en die heeft een keuze gemaakt van werken over bepaalde jaren heen. Een van de weinige voordelen van ouder te worden, ik ben er nu 56, is het feit dat na een tijd er een uiver ontstaat. Aanvankelijk zijn er tekeningen en schilderijen of beelden of films of gelijk wat, maar na een tijd, na 30 jaar, wordt dat een uiver. Dus en het is heel vreemd. Dat uiver dat ontstaat op zichzelf. Dus al die schilderijen, al die tekeningen, die gaan zo gaan samenhoren in één groot domein. En dat vind ik nu wel fantastisch, dat ik schilderij van bijvoorbeeld 20 jaar geleden kan brengen naast de schilderij dat ik gisteren gemaakt heb. Zonder scrupules en zonder mij dan nog verder... Laat ons zeggen, vragen over te stellen. Het is er. En het is er. Het is zoiets van like wettige en onwettige kinderen samenbrengen. Dus het eerste element is geen kunstenaar, maar wel témoin à charge. En het tweede element is natuurlijk de mobiliteit, waar dat ik juist over had. Mobiel. Vandaar dat mijn werken soms heel, heel extreem tegenover elkaar spelen of gewoon vechten. Of abstractie en figuratie maken voor mij geen enkel verschil meer uit. Bepaalde werken zijn zogezegd wat de kunst weet abstract, en andere werken zijn compleet figuratief. Je kunt het gemakkelijk zien hier. Het is een heel zwart werk van nu. Dat is een werk van 3-4 jaar geleden. Maar tenslotte gaat het over hetzelfde. Het gaat over een poging. Het gaat niet over een schilderij, het gaat niet over een thema. Het gaat over een poging. Ik denk dat we gewoon proberen. Ik heb de indruk dat ik probeer. Ik heb niet de indruk dat ik echt iets maak of iets realiseer. Ik
probeer iets te doen die mij door het leven kan duwen. Ergens. Het is ook een groot probleem eigenlijk. Gewoon het alledaagse leven vind ik het grootste probleem. En uiteindelijk is er maar één probleem, is van elke dag door dat dagelijks leven te geraken. Maar anderzijds is er wel, als ik dat net even bekijk, als ik die geschilderde motieven, loopt er wel een rode draad. Maar een rode draad die een soort melancholische teneur heeft. Eigenlijk is die rode draad een beetje die melancholie van de fameuze vraag van Lode Zielens, van moederen, waarom leven wij? Dat is, daar gaat het eigenlijk over. En dat is het gewoon. Die schilderijen zijn zichzelf. Ik denk niet dat ze echt dramatisch zijn. Maar ik denk wel dat ze een tragische ondergrond hebben. Ik denk niet dat we van het leven een drama maken, maar van het leven. Het leven is gewoon een tragedie. Het leven is geen drama. Ik gebruik ook alles wat ik kan gebruiken. Dingen die ik vind, heel veel zaken vind ik op straat. Panelen, stukken panelen van oude kasten. En aangezien ik hier toch in die allochtone buurt woon, bij de minder begoede Marokkanen vind je heel veel op straat. Paneeltjes, schilderijtjes, stukken van kasten. En als ik dan ik zin heb van, als de kasten mij dan een beetje over het hoofd groeien, stap ik weer over op het doek. Ook in mijn materiaal tracht ik niet vast te lopen. Mijn basismateriaal is verf. Verf. Maar verf is veel, hè. Verf, bloed is ook verf. Of chocolade, vloeibare chocolade is ook verf. Of bituun is ook verf. Dus uiteindelijk is alles mogelijk. Ja, sommige trucjes. Het probleem wel in de gaten houden dat het blijft hangen op het doek. Dat het niet altijd het geval is. Bijvoorbeeld de skis vallen wel eens van kievers en schilderijen af. Maar dat kan nog. Die plakken ze er dan weer aan. Spreken van de waarheid, de realiteit is goed, maar dat zijn allemaal termen, dat staat niet. Voor mij bestaat het gewoon zelf niet. Maar ik zal dan maar voortdoen met dat inpakken. Doe. Dus, dat heb ik al gedaan. Dat is een recent schilderij voor Theo. De titel schrijf ik altijd op de achterkant, omdat ik dat heel om. Ik vind het een beetje onbeleefd van zo bij uw naam ploef op dat schilderij te schrijven. Dus ik schrijf dat gewoon op de achterkant. Maar met dat mijn atelier zodanig groot is, rommel is, of ik weet niet wat, verlies ik altijd mijn materiaal. Dus als jij gebeld hebt, kan ik me daar. Het probleem is meestal de titel vinden. Soms zijn er geen titel en dan zet je gewoon zonder titel. Dat schilderij is eigenlijk een gestileerde tekst. Kill the dog today. Laten we vandaag de hond afmaken. Maar aangezien de tekst al op de voorkant staat,
is het gewoon onnodig van een achterkant te zetten. Dus zal er een schilderij zonder titel doen. Zonder titel. Stoort de muziek jou? Misschien daar, ja. En meestal spreid ik dan de data over een bepaalde periode. Dus zo zeg ik het namelijk. En dat doe ik, ik weet dat ik een paar jaar geleden. Er is gewoon een kadertje dat ik op straat gevonden heb. Ik heb het doek opgespannen. En misschien is het schilderij al begonnen de dag dat ik dat kadertje vond. Dus dat was zijn. Dat is een jaar geleden. En ik heb het van een jaar. Afgewerkt. Dus voilà, dat is perfect. Het schilderij uit het jaar 96. Dus het schilderij na een hele diepe depressie, waar ik niet meer uit de verf kon, ben ik beginnen zoeken naar ander materiaal. En via toeval ben ik op bloed gevallen. Ik moest een bloedprik doen en er was wat bloed op een blad gevallen. En dan heb ik zo'n soort transcendente, hoe is dat, zo'n overbruggingsperiode gehad. Waar ik materiaal zoals bloed, haar, huid gebruikte om de verf een beetje te vergeten. En toen ik weer immobiel begon te worden, dat het weer een gewoonte werd om mijn bloed te schilderen, dan ben ik ermee gestopt. Dan ben ik stapsgewijs heel voorzichtig terug naar de verf gegaan. Het is een werk over het offer. Want tenslotte met mijn verleden. Tja, mijn bril. Ja. Ik ben opgegroeid met de kruising. College, diepe Vlaanderen. Ik zou eigenlijk best alleen een onecht kind van Klaus kunnen zijn of zo. De kruising, het offer, hij heeft me altijd nog gefascineerd. Het was ook het eerste dat ik zag als kind. Was de kruising, zo de mensen op het kruis geslagen. En dat heeft mij nooit meer losgelaten. En heel erg gestotten had heel mijn, aan al mijn pogingen daarover. Omdat ik vind dat, in zekere zin van geniet en aan alle kanten van gruw, is dat nog altijd het beste beeld om te tonen hoe dat de mensen in elkaar zitten en hoe dat hij met zijn eigen
wat dat is zijn eigen aandoet en wat dat de ander hem aandoet. En het gaat allemaal daarover. Il n'y a pas d'art heureux, hè. Zoals Brassens zei, il n'y a pas d'amour heureux, mais il n'y a pas d'art heureux. En dat is gedreind doen, dat is heel lang. Sur. La faculté. Faculté d'être lièvre. Et le poids de sa conséquence. Het is heel triviaal van plezier te vinden en om te gaan met het uitbeelden van pijn of zoiets. Ten slotte gaat het daarover. Want een schilder, ik spreek van schilder. Een kunstenaar die geen plezier beleeft aan het maken van zijn werk, ik denk niet dat hij in staat is om dan een werk te maken, de meest gruwelijke, dramatische werken zijn met reëel plezier gemaakt. Ik denk dat Bosch heel graag nog gruwelijker tafereel zou geschilderd hebben. En ik wil je niks maken zonder plezier. Er is niks degelijks, denk ik. Dus het is wel vreemd dat dan die vreselijke Christus en die lijdende San Sebastiaan dat dan allemaal mee met genot. Als het lukt natuurlijk, hè, maar als het mislukt, is het. Voor mij is de tekening, dat is eigenlijk het mooiste geschenk geweest van de goede vee aan mijn wieg. Al de rest was niet zo fameus, maar het
Ik vind het feit van het complete universum, dus alles, het complete, de eeuwigheid zelfs, de kosmos, van dat allemaal met een eenvoudig stukje papier, met een eenvoudig potlood en een stukje papier, dat te kunnen condenseren op zo'n klein vlak. Dat vind ik echt beautiful. Ik kan het niet anders zeggen. Het is gewoon fascinerend. Fascinerend dat je gewoon gaat zitten langs de weg of op de trein of hier. En dan doe je iets, en dan komt daar iets uit. Komt een tekst uit, of komt dan zijn uit, of komt de kruising er weer uit. Ja. En je raapt de dingen altijd maar op. Je loopt op straat, je ziet iets. Je zegt tja. En een week later tekende dat. Dat is ook heel vreemd. Bijvoorbeeld die ganzen. Ik heb geen ganzen. Ik heb geen tekening gemaakt met ganzen. Ik heb geen ganzen, maar ik hoorde hier onlangs een gans roepen. Hier in Molenbeek. Dat was wel echt. Een gans dat aan het slachten waren. Dan sloopt die gans in mijn tekening binnen. Zo. Het is allemaal heel eenvoudig eigenlijk. Maar het is allemaal heel tegenstrijdig ook. Soms lukt het niet. Maar dan gaat het eigenlijk ook niet meer. Daar maak ik me ook niet zoveel problemen meer over. Selaan. Ja, prachtig. Een van de mooiste zinnen van de... Ja. Het is natuurlijk onmogelijk. Ik denk, het is natuurlijk onmogelijk van optimistisch te zijn. Het is echt onmogelijk. Maar dat kan de pret niet derven eigenlijk. Als ik teken, eigenlijk. Dieu ronfle. Ik heb heel wat vrienden die nu rond het 50 in een soort geloofscrisis komen. Komt terug in. Mensen beginnen weer te denken dat er toch iets moet zijn. Na je 50 jaar heb je al zoveel mensen zien creperen, dan zeg je ja, dat is niet mogelijk. Maar voor mij is het gewoon een feit. Ik kan me goed verzoenen met een godsgedachte. Maar het is een afwezige God. Hij is gewoon een afwezige. En hij houdt zich absoluut met ons niet bezig. En dat vind ik heel oké eigenlijk. Ik kan mij goed verzoenen met de godsgedachte. Ik kan mezelf als een gelovige beschouwen, denk ik. Maar het is een God die niks met ons te maken heeft. Hij is er niet. Hij bestaat. Maar hij is er niet. Hij is niet van heel veel hulp. Maar Reven zegt dat hij heel eenzaam is. Pardon? God is heel eenzaam. Ja. Ja, God moet zich ook wel echt vervelen, denk ik. Is dat dat wat we gemeenschappelijk hebben met hem? Ik denk dat de verveling ook een enorme drijfveer is om iets te doen. Verveling is een soort latent masochisme eigenlijk, die altijd maar rondom ons. Verveling, is dat geen angst? Het kan, maar... We noemen het vervelend, maar het is angst om niets te doen, angst om te rusten, angst om ons te amuseren. Ja, maar het vervelend. Ik vind, de misopvatting van angst is dat angst altijd als negatief beschouwd wordt. Ik vind angst absoluut niet negatief. Ik vind een gezonde portie angst doet ons bewegen, is dat vooral, doet ons weglopen als we in moeilijkheden zitten. Doet ons handelen.
natuurlijk, als de angst ons verlamt, dan zijn we natuurlijk aan. Maar angst is niet per se negatief. Maar verveling ook niet, hè? Nee, het is gelieerd, lijkt dat je zegt, het is gelieerd aan elkaar. Misschien is, tweelingzusters, maar echt. Maar ik denk dat de angst is iets waarmee dat je contract sluit, denk ik. Ik denk dat je, je kunt het toelaten of je kunt het niet toelaten. Het enige dat je heel moeilijk kunt doen is vluchten voor angst. Dus vluchten en ik heb het geprobeerd zoals heel veel, vluchten via drugs bijvoorbeeld of via dergelijke zaken. En dat lukt niet. Dat maakt de angst alleen maar negatiever en bedreigender. Dus het is gewoon beter van hem gewoon te aanvaarden. Ik zei ja, jij bent er, maar ik ben er ook. En jij kunt niet zonder mij, en ik kan niet zonder jou. Dus een deal, een deal. Wat ik zo, wat mij zo fascineert in het beeld, is dat het beeld, dat het lawaai van het beeld onhoorbaar is. Het beeld maakt geen lawaai. En daar hou ik wel van. Ik hou enorm wel van, ik hou enorm veel van de stilte. Van de absolute stilte. Ik hou niet van zaken die lawaai maken. En in een beeld kunt je, laten we zeggen, veel. Misschien is wel een innerlijk lawaai veroorzaken. Maar het is veel minder vermoeiend dan een symfonie bijvoorbeeld. Ik vraag me altijd af als ik naar Wagner luister of die hele lange symfonie die ze op de radio Clara zo zetten, zo, van 1 uur tot 4 uur over dan zo één smurrie. Dat je zegt van, wauw, hoe moet die man zich gevoeld hebben om dat te maken? Ik hou van de schicht. Ik hou ook van snelheid. Ik schilder ook vrij snel. Ik schilder, laten we zeggen, in snelle fases. In hele vele fases. Maar ik ben niet een schilder die uren zich zit te pijnigen om dat schilderij toch maar in een goede positie te krijgen. Als het schilderij niet mee wil, dan zeg ik oké, ik leg het langs de kant en ik werk er later wel, ik werk het later wel eens af of zo. Ik vind uitstellen van executie vind ik heel mooi. Maar het is altijd vreemd, want er zijn zaken die dan plots opkomen. De laatste tekening die ik gemaakt heb. En dan heb je die verwelkoming van Hitler terug. Gauvin, Adolf, Ontein. En ik weet niet... Ik heb ze in Parijs gemaakt een paar weken geleden. Ik heb hier verder op gewerkt. Het zijn oude bladen met nog bloedvlekken op en vlekken en ook telefoonnummers. Dus de bladen die op mijn tafel liggen waar ik op werk.
En ja, dat wellicht te maken, dat wellicht te maken met Poetin of zo, of met andere mensen van hetzelfde slag. Want dat ben ik wel. Dat is mijn témoin à charge daar. Olympische Spelen, bijvoorbeeld. Heel interessant. Ook alert zijn. Ik denk dat we alert moeten zijn, dat denk ik echt. Uit levensbehoud en ook om lui en tranquille. Hoe noemde Pessoa, hij heeft een prachtig boek geschreven. Rusteloosheid. Ja, het boek van de rusteloosheid. En tranquillité. Ja, la tranquillité. Wel, ik noem ze lui en tranquille. Het onrustig oog. Bijvoorbeeld, ik was een schilderij aan het maken, jaren terug, en de radio, ik luisterde naar de radio, en op het moment dat ik bijvoorbeeld een kruising aan het schilderen was, of iets dat daarop leek, hoorde ik op de radio, die hangster is neergeschoten in het bos nabij Amsterdam. En dan heb ik het schilderij dat ik bezig was te maken. Dus nu ik was twee kleine landschapjes aan het schilderen. En op de radio zegt men mij, hangster en dienen is, hebben we hem neergeknald in de bossen van, ik weet niet waar, Amersfoort of zo. En dan komt die hangster het schilderij binnengereden en schieten ze hem af. En dat zijn die twee schilderijtjes geworden eigenlijk. Dat zijn die twee landschapjes geworden. Er is niets dat niet kan dienen. Er is niets dat niet... Alles is eigenlijk... enerzijds enorm banaal en anderzijds enorm bruikbaar om iets mee te maken. Hier een oude uit een boek. Ik spreek van. Het is mijn Eskimo boek. Of een van mijn Eskimo boeken. Het was een hele koude winter. Ik woonde in Etterbeek toen. Ik had een. En dan komt het Eskimo element in mij naar boven. Misschien is uit de film, een prachtige film van de eerste documentaire van Anouk. Ja. Want er is eigenlijk geen grotere inspiratiebron dan bijvoorbeeld het nieuws op de televisie. Dat is geen grotere inspiratie dan televisie. Ja, maar je moet wel naar de BBC kijken, of naar Arte of zo, maar anders kom je in de Vlaamse polder terecht. De gruwel ligt in, als je terugkeert op informatie die we krijgen op televisie en de krant, de gruwel ligt vooral in de vermenging van het komische en het onmenselijke. En dat is iets dat mij enorm fascineert, hoe de mens daarmee omgaat. Rustig. Naar de OS laten te kijken en ondertussen weet dat er nog een keer 150 Palestijnen afgeschoten zijn.
Maar er is ook één Israëliër afgeschoten. Daarom moeten we toch steeds maar evenwichten creëren. 150 Palestijnen voor één Israël. Kijk, Van Gogh heeft een schilderij gemaakt met, je moet het schilderij wel kennen, een heel claustrofobisch schilderij van 5 gevangenen die in de binnenkoer van een gevangenis lopen. Die lucht door, kent dat schilderij? Het is een vreselijk schilderij, vreselijk schilderij. En daar heb ik een boutade op gemaakt. En dat is uitgegroeid. Ik heb er doos van gemaakt. Dat is uitgegroeid. Zo gaat het verder. Ik begrijp niet waarom... Ik denk dat Van Gogh een van de meest miskende kunstenaars is van de... Van Gogh is helemaal geen... Van Gogh is niet wat dat ze denken dat hij is. Het is de zonnebloemen van Van Gogh zijn geen... Het is geen vrolijk schilderij, het is een enorm tragisch schilderij. Die zonnebloemen zien er compleet verwaakt uit. Die hangen naar beneden, het zijn een soort Christuskoppen die naar beneden hangen met zo van die scheermesdingen rond. Die schoenen van Van Gogh, het is toch ellendig. En toch wordt het met groot jolijt ontvangen. Ik denk dat Van Gogh een heel groot témoin à charge was, eigenlijk. Alleen maar zijn boeken, zijn brieven zijn al ongelooflijk.